Helemaal leuk dat je kijkt naar een nieuwe adventskalender video. En vandaag heb ik die van Look Fantastic. En die is zeker ook fantastic, want ja, ik kies natuurlijk wel kalenders uit die ik ook leuk vind als ik veel moet voor betalen. En dat was deze. Deze kon je pre-orderen, dat heb ik gedaan. Het duurde vet lang voordat hij er was. Iemand die hem al 2 weken na mij had besteld, had hem ook al 1,5 week eerder in huis. Maar goed, ik heb hem. Hij is heel zwaar. Dit is de hoes eromheen. Maar hij ziet er toch wel heel feestelijk uit. En hij is echt heel mooi. Hij was niet goedkoop. En dat ga ik ook gelijk even zeggen. Maar ik kon hem wel goedkoop krijgen. Want ik had 10 euro korting. En ik weet niet of het nog steeds zo is. En of hij nog steeds te koop is. Maar kijk even op adventskalendertips.nl. Link staat hieronder in de beschrijving. En ik kon hem kopen voor 105 euro. Ja, wat ik niet over heb voor jullie. Nee, grapje. Ik vind het zelf gewoon veel te leuk. Allemaal. En ik heb 10 euro korting. Dus ik had hem uiteindelijk voor 105 euro. Ik weet even de waarde zo niet uit mijn hoofd. Veel. Echt veel. Een paar honderd euro. Ik geloof over de 400, dacht ik. Weet niet zeker. Dus we gaan alles openmaken. Voordat ik begin, doe alvast even een duimpje omhoog. Betekent veel voor mij. Ook gewoon omdat ik zo lang ben weg geweest. Heb ik de views, de likes en de reacties nodig. En als je mijn video's deelt, zou ik het nog leuker vinden. Want je kunt natuurlijk het linkje delen. En tegenwoordig op Instagram delen. Want daar kun je tegenwoordig in je stories linkjes delen. Dus maak even een leuke screenshot van mij. Dan kun je die erbij zetten. En dan het linkje. En dan kunnen mensen naar deze video kijken. Dit is echt wel een trui die echt wijd zit. Zo, nou, oké. Zolang ik maar niet in mijn raki zit, is er niks aan de hand. Bovenop zit een grote strik. Die gaan we losmaken. Woe! En dan ga ik even kijken. Oh, zo gaat die. Oh, er zit nog een kaartje bij in. Wat is dat kaartje? Scan de QR code to find your fantastic this festive season. Explore, digital magazine. Weet ik veel. En aan de achterkant kan die ook open. Dus aan deze kant zitten vakjes. En aan deze kant ook. Dus het gaat een beetje onhandig worden, denk ik. Ik heb geen idee hoe onhandig het gaat worden. Maar het middelste vakje is nummer 25. Waarom steek je een papiertje uit? Nu al. Nummer 25. Maar die zit ook aan de andere kant. Dus die werkt aan twee kanten. Die maakt niet uit aan welke kant ik die openmaak. Maar hij heeft dus 25 vakjes in plaats van 24. En dat is dan natuurlijk ook wel heel leuk. Voor de prijs die je ervoor hebt betaald. Dus ik ga beginnen bij vakje 1. En wat ik wil laten weten. Ik hou natuurlijk straks winacties. Die komen eraan. Maar ik ga wel opletten wie er vaak reageert en ook inhoudelijk reageert. Dus niet gewoon, leuke video, leuke kalender. Nee, gewoon even inhoudelijk reageert over de kalender, over mij, over mijn setup. Weet ik veel, wat vind je van mijn doek? Bedenk iets. Maar iets leuks en ook iets inhoudelijks. En daar ga ik wel op letten. En ik kan op mijn laptop kan ik bij mijn YouTube-programma gewoon je naam intypen. En dan kan ik zien hoe vaak je gereageerd hebt en wat allemaal. Dus denk daaraan als je straks wat leuks wil winnen. Want ik ga echt niet alles houden van alle kalenders. Want er zit heel veel in. Ook heel veel huidverzorging trouwens. En ik gebruik niet al die huidverzorging. Dus daar gaat ook heel veel van naar 1 van jullie of 2 van jullie. We zien het wel. En ik heb nog een kalender te verloten. Dus wie weet. Vakje 1, waar zit je? Niet aan deze, ja, aan deze kant. Nummer 1. Oh, het papiertje zit gewoon los bovenop. Ook wel handig. Ik heb een mini. Van Elemis. Pro Collagen Marine Moisture Essence. Hydrating Essence. Dus het is gewoon een hydratatie. Even kijken hoor. Use morning and evening. After cleansing and tone. Dus dit is gewoon een soort dag-nachtcreme. In een heel klein. Blijf je even in scherp stellen. In een klein flesje. Maar goed, van Elemis heb ik al vaker producten. Ik heb ook al tubetjes en zo. Dus
Ruikt ook al heel erg lekker. Nummer 2. Het is een heel lang vakje. Dus even eruit halen. Oh, het zit wel in een papiertje eromheen. Maar het ligt er los in. Ik heb geen idee wat het is. Komt me niet bekend voor. Van Espa Positivity Bath and Shower Gel. Geen idee. Niet alle merken zijn bekend voor mij. Het is logisch, niet iedereen kan alles kennen. Ruikt wel fris, dus deze vind ik wel fijn. Dus die gaat achterop staan. Maar ja, ik weet nog niet wat ik ga houden. Nummer 3. Een heel kleintje hier in het laadje. Oeh, het is ook een klein tubetje. Het is van Dr. Papa Plumping Lip Oil. Voor lips en skin. Dus het is eigenlijk gewoon een verzorging voor je lippen. Deeply Nourishing Lip Oil. Voor visibly plumped, glossy, irresistible lips. Dus dat is deze. Vorig jaar had ik een oranje, geloof ik. Maar dat was wel wat anders. Een ander soort product van Papa. Even kijken, blijf je staan? Nee, dan gaan we liggen. Dat was nummer 3. Nummer 4. Zit die aan deze kant? Nee. Draaien! Dat zal weer even... Oh, ik zit helemaal... Ja, helemaal... Goeie trui, Marieke. Heel handig. Nummer 4. Waar ben je dan? Oh, hier. Onderaan. Een kleintje. Oeh, ja. Die vind ik leuk. Maar ik heb er ook al wat meerdere van. Dus het is van NARS. En het is de blush. En het is volgens mij de orgasm, denk ik. Want dat is degene die ze het meest wegdoen. Ja, ik doe hem even voorzichtig open. Maar ik denk dat ik die wel aan iemand weggegeven. En dat ik daar iemand heel gelukkig mee kan maken. Want ik heb er al één. Maar ik heb hem ook in het groot. Dus NARS is een van mijn favoriete merken. Maar dit is hem. Kijk of er niet heel voorzichtig een klein velletje op zit. Ja, dat zit er wel op. Dus dit is de kleur. Het is altijd heel subtiel, deze kleur. Maar wel heel mooi, want er zit ook een heel klein glansje bij in. En deze doosjes voelen zo mooi aan. Maar dit is natuurlijk wel ideaal voor op vakantie. Als je niet gewoon je hele grote doosjes mee wil nemen. Dus NARS. Ben ik blij mee. Is ook geen goedkoop merk trouwens. Dit is echt wel een luxe merk. En dan nummer 5 zijn we al. Sinterklaasavond. Dat is mijn heel klein vakje. Is het 1 of 2? Wat is het? 1. Even kijken. Dit is van Disciple. Shadowwork AHA BHA Face Serum. Ik ken het niet. Heb er echt nog nooit van gehoord. Ik weet nu al dat mijn nichtje heel blij wordt aan al deze dingen. Want die heeft deze kalender ook. Ultra Research Serum Packed with Natural Plant Acids to Remove Dead Skin. Dus dit is echt iets wat je gebruikt voor je nachtcreme, voor je dagcreme. En dan kun je daarna, even kijken hoor, dat aanbrengen. Dus deze. Ik heb nog nooit geprobeerd, ik ken het niet. Ga kijken. Nummer 6 is hier. En dit is, yay! Die heb ik vorig jaar ook. En die vond ik echt super fijn. Ruikt zo lekker. Dit is namelijk van Janeiro. De Brazilian Bam Bam Cream. En ik dacht eerst toen ik het voor het eerst kreeg. Bam Bam. Dat het voor je bam was. Voor je achterste. Maar dat is niet zo. Ja, dat kan wel. Maar het is gewoon een bodycreme. Dus. Maar dit is een mini potje. Dat vind ik zo cute. Kijken of er een folietje op zit. Dus kan ik nog even ruiken. Even kijken. Oh, er zit een folietje op, dus ik ga het nou niet doen. Het ruikt alleen echt, echt heel erg lekker. En dit zijn ook potjes die je meeneemt op vakantie. Ga je naar een echt zonnig land, dan zijn dit echt fantastische potjes om mee te nemen. De hele dag op het strand en dan 's avonds douchen, lekker eten en dan dit spul op. Oh, lekker. Nummer 7. Oeh, is een hele grote. Even kijken, wat is dat? Het is iets van stof. Nee, er zit wat in de stof. Ik weet al wat het is. Oh, zo cute.
Het is een etuietje van Look Fantastic. Staat ook echt op het labeltje. Kun je dat zien? Kun je dat zien? Bijna niet, maar het is wel. En er zitten mini-kwastjes in. Hoe handig is dit? Een poederkwast, oogschaduwkwast. Een wenkbrauwkwastje waar je heel fijn je haartjes mee kunt doen. En nog een oogschaduwkwast. Echt ideaal. Nou, dit vind ik echt heel erg leuk. Dat zulke soort dingen vind ik alweer echt leuk. Is ook geen opvulcadeautje of zo met één kwast. Dus deze vind ik echt super tof. Welk nummer was dat? Was dat nummer 7? Ja, hè? Dus gaan we naar nummer 8. Nummer 8. Ja, andere kant. Dat is wel een beetje een dingetje met deze. Nummer 8. Ja, hier. Dit zo klein is in, maar het is een groot vierkant. Hier had toch ook gewoon iets groots in gekund. Beste Look Fantastic. Maar er zit maar iets heel kleins in. Maar dit is van Ico Black Magic Liquid Eyeliner. Ik ga hem niet overmaken. Iedereen weet hoe een liquid eyeliner er wel uitziet met een puntje of iets dergelijks. Maar dit is hem. Er zit een plasticje nog omheen, dus ik ga hem niet openmaken. Maar het is een eyeliner en die is altijd welkom. Dat was nummer. Welk nummer was dat nou? 8. Jeetje meneetje, ik moet er echt in komen de laatste tijd nog. Nummer 8, nummer 9. Ik ga weer naar de andere kant. Serieus? Ja dus, andere kant. Oh, nou, die viel meteen op voor mij. Oh, er zitten twee dingen in. En ik kijk altijd naar de video's van Eltoya op... dat is een Engelse YouTuber. Volgens mij heet ze anders. Maar heet haar YouTube kanaal Eltoria. Ik weet het niet. Maar die maakt ook heel veel adventskalender video's. Dit jaar wat minder, want ze is hoogzwanger. Maar zij noemt altijd dingen waar meerdere of waar twee dingen in zitten. Een double bubble doosje. Dus ik heb een double bubble. Dit is van Medic 8. En ik heb Surface Radiance Cleanser. Cleanse, dus om je gezicht schoon mee te maken. En Lipid Vitamine C Radiance Serum. Dus dat kan er daarna op. Dus dit past precies bij elkaar. Dit vind ik echt een top setje. Deze gaat in mijn kastje. Superleuk. Twee dingen ook. Dat is goed. Nummer 10. Gaan we naar de andere kant? Oh my goede. Ja. Nummer 10. Die zit hierboven. Oh, het is iets heel groots. Ja, ga er weer in. Zo. Het is van Origins Mega Mushroom Relief en mijn Engels is best wel goed normaal. Resilience Smoothing Treatment Lotion. Daarvoor is het dan. Deeply penetrating formula, rapidly resource skin, powered by complex inclusion. Zitten in ieder geval mushrooms in, dus champignons. Of paddenstoelen bedoel ik. Fine, dry, light, plumping, hyaluronic acid. Okay, and helps. Hydrate, soothe and renew the look of skin. Nou, het is wel een hele happe tekst. Ik ga kijken wat erin zit. Het is een doosje. En dit, zo, dat is ook een beste fles ook, hè? Ik ben ook heel benieuwd hoe het eruit, want mushrooms. Oh, ruikt heel lekker. Beetje mint of zo, ik weet het niet. En ik heb nog geen idee precies wat het is. Maar dat gaan we uitzoeken. Maar weet jij wat het is? Laat me het dan even hieronder weten. Ik weet ook niet alles. We kunnen niet alleswetend zijn, jongens. En nou weet ik alleen niet meer welk nummer dat was. Dat was nummer 10. Dus we gaan naar nummer 11. En die zit aan deze kant. Nummer 11. Oh, nog een double bubble box. Yay! Er zitten twee in. Oh, dat is hartstikke goed. Look fantastic. Oh, dit is echt heel goed van ze. Normaal heb je wel eens producten. En die horen bij elkaar eigenlijk. En die zitten dan allebei apart in een vakje. En dan denk ik. Het is een beetje goedkoop.
Maar dit is super tof, want dit is namelijk beide haarproducten van Color Wow. En ik heb hier een Color Security Shampoo en een Color Security Conditioner voor fine to normal color treated hair. Dus dat is hartstikke goed, want ons haar is geverfd en die van Indie sowieso net. Dus het ziet er zo uit. Ja. En dit vind ik tof, dat er echt twee in zitten en dan gewoon in één vakje, dat het dan gewoon, ja, gewoon één product samen is zo. Dus ja, helemaal top. Echt top, Lookfantastic. Had ik niet verwacht. Maar welk nummer was dat ook weer? Nummer 11? Nummer 12 zijn we dan, denk ik. Is het? Ja, dus 11. 12. Andere kant. Maar dit was niet echt een fantastische kalender om deze trui weer aan te trekken, denk ik. Nummer 12. Oh, heel klein laadje. Ook een heel klein productje. Maar het is van Nudestix een gel color lip and cheek balm. Dus deze is voor je lippen en voor je wangen. Dit is hem. Kijk, hij is wel heel klein trouwens. Ja, hier staat het. Even kijken. Yes, dit is hem. Ik ga hem nog niet uitproberen. Ik vind het trouwens wel heel licht. Ik zou hem denk ik niet op mijn lippen gebruiken. Dan krijg ik een beetje zo'n Barbie face eigenlijk. Als je dit gebruikt. Nou, dat was die. Dat was nummer 12. Dat was oorspronkelijk de verjaardag van mijn moeder. Nummer 13. Daar zit een grote fles in. Het ziet er niet herkenbaar uit, maar ik ga kijken. Het is Iso Clean 60 Seconds Professional Brush Cleaner. Oh. Oh. Het is voor je kwasten schoon mee te maken. En dit is veel handiger om als je. Kijk, als je de kwast gaat schoonmaken, dan ga ik er altijd echt voor staan. En met een wasbak, met een matje, met een stuk zeep. Wat daar speciaal voor is van een andere winkel die ik daarvoor gebruik. Maar als je even heel snel moet, tussendoor, als je iemand aan het opmaken bent en je moet nog eentje doen, dan is dit heel handig om dat eroverheen te sprayen. En daarmee even gauw je kwast mee schoon te maken met een doekje of een watje. Dus dit vind ik wel handig, want dit heb ik nog nooit gebruikt. Dus, Professional Brush Cleanser. Oké. En dat was vakje 13, dus 14. Kijk hoor. We hebben 15 wel gehad. Oh nee, we zijn bij 14. Helemaal in de war. Komt door dat gedraaien elke keer. Ik vind het heel leuk bedacht hoor, op zich. Maar onhandig is het wel. Zit hier wel wat in? Ja, met een papiertje erbij. Oké. Oh. Ja, dit is echt een van de producten waarvoor ik dacht, dit is een topkalender. Dit is namelijk Grand Lash Enhancing Serum. Grand Lash. Dit is om je wimpers te laten groeien, wimperserum. En ik gebruik zowel deze als van een ander merk. En beide vind ik goed. Dus Indie heeft op dit moment het andere merk meer gebruikt, dus dan pak ik deze. En ik heb nog nooit zo'n grote gehad. Ik heb toen nog wel een kleintje gehad hiervan. Van Grand Lash. Maar hier zit het hele de beschrijving bij in. Want het gaat wel om je ogen. Dus ik vind het wel goed dat ze dit erbij in hebben gedaan. Dus hier ben ik heel, heel blij mee. Deze gaat absoluut niet weg. Is trouwens ook rond de €70 waard, dit flesje. En de kalender was 105. En wij hebben deze producten ook allemaal. Dus het kan al lang uit. Was nummer. Nummer was het nou? 13? Nee. Was het 14? Was het 14? Dat was 14 toch? En soms. Ja. Nummer 15. Is de onderkant. 15. Toch? Ja. Dat was die ene waar het papiertje van uitstak. Oh, omdat er een soort, ja, er zit een beschermingspapiertje echt omheen. Dus niet alleen het mooie papiertje, het vloeipapiertje.
Maar hier zit echt een beschermd papiertje mee. En oeh, hij is zwaar en ik ruik het nu al. En als ik dat ruik, dan is dat een goed teken. Van Eerie Wintertime voor Mind, Body and Soul. Enchanting and Evocate Essential Oils of Cinnamon, Orange and Clove. Overnotes, dus de overige notes van deze geur, is nutmeg, nootmuskaat, woodland berries, bosbessen denk ik, en spices. En het is deze doos. Aan deze kant zie je de boom. Good for you and better for the planet. Want het is namelijk, en daar ben ik zo dol op. Oh, ik ruik hem nou al. Het is een geurkaars. Oh, ruikt het lekker. Oh, en ik vind het ook gewoon echt een heel mooi chic potje. Gewoon geen rare fratsen of iets dergelijks. Gewoon een mooi potje. Oh, heerlijk. Ik heb geen idee wat die kost. Geurkaars van dit soort dingen zijn best duur. Dus ja, een puur soy candles. Gemaakt van soy. De soy. Ik kom niet op het woord. Jullie weten hoe ik ben. Ik kom niet op woorden door mijn ziekte af en toe. Dus wax? Soy? Wax? Weet ik niet. Dat was nummer 15, dus we gaan naar nummer 16. En die zit weer aan de andere kant. Oh, ik wou zo graag kortere video's maken, maar ik zit alweer over de 20 minuten heen. Ah, 16. Hoppakee. Kom op. Hier. Best een brede la. Oh, ik dacht eerst dat ik proefmonsters kreeg. Maar nee, dat zou het zijn. Maar nee, dit zijn... Oh, drie shells. Dit zijn under eye patches van Beauty Pro. Met retinol erin. Vitamine C en aloe. En ik krijg er gewoon drie. Dus dat vind ik hartstikke leuk. En ja, ik ben dol op maskertjes dus. Maar weet je, ik geef eentje weg in het pakket. Die ik uiteindelijk ga maken. En dan bewaar ik twee voor mezelf. En dan geef ik eentje aan een van jullie. Dus wel leuk dat er drie ook in zit. Gewoon drie. Even kijken hoor. Welk vakje was dat? Was dat 16? Ja, 17. Ja, een hele lange. Oh, gooi. Oh, deze wou ik zo graag hebben. Ja, ja, yes, yes. Ik wil hem al heel lang uitproberen. Ik heb een hele goede mascara, maar ik ben heel benieuwd naar deze. Want deze is nieuw. En hij is van MAC. En het is een MAC Stack mascara. Geen idee. Maar ik ben heel benieuwd. Kijk dan hoe die eruit ziet. Ik maak hem ook gewoon open nou. Want deze ga ik vanaf nu af aan ook echt proberen. Kijk hoor. Dit is toch fantastisch met dat bolletje er ook zo tussen. Hey. Oeh. Ik weet niet of ik het kwastje zo mooi vind. Prettig. Want het is wel vrij dunne. En ik heb best wel lange wimpers. En het ziet er een beetje rubberig uit. Niet fluffy-achtig of zo. Maar goed, ik weet ook niet waarom er een bolletje op zit of zo. Is dat iets speciaals? Kan ik daar ook nog aan draaien? Even kijken. Nee. Maar ik vind het wel een hele mooie mascara om te zien. Dus hier ben ik heel blij mee. En het is ook niet goedkoop van MAC. Dus want producten van MAC gaan sowieso altijd over de 20 euro heen. Dus deze sowieso. Nou, we hebben de kalender al lang uit dus. Dat was nummer 17. We gaan naar nummer 18. Die zit er aan de andere kant. Jeetje. 18. Fantastisch. Oh ja, want ik heb net een nieuwe nodig. Top. Helemaal top. Van Real Techniques. Een nieuwe blender. En ik gebruik ze altijd van Real Techniques. Ik heb wel een beauty blender laatst geprobeerd. Nou, voor het eerst... Viel me sowieso niet tegen. Maar ik heb normaal altijd deze. Van Real Techniques. Dus. En ik heb normaal altijd de grote. Dus dit is voor het eerst dat ik een kleintje gebruik. Dus ik ben heel benieuwd. Thank you. En dat was nummertje 18, dacht ik. Ja. Dus gaan we naar nummer 19. We zijn er bijna. Oh ja, vergeet trouwens eventjes even voor de pauze. Even een duimpje vast omhoog. Nummer 19. Nummer 19 is een tube. Oh, blijf zitten.
Wat is dit voor nummer 22? Zit helemaal gedraaid. En dit is... Ultra Repair Cream First Aid Beauty. Intense Hydration with Colloidal Oatmeal. Safe for Sensitive Skin. Goed. Ik heb geen idee. Het is volgens mij gewoon een crème. Maar weet je wat het is? Af en toe zit er gewoon te veel huidverzorging in bepaalde kalenders. En ja, ik heb eigenlijk alleen maar reinigingsmiddelen nodig. Dan en mijn dagcrème en mijn serums. En dan ben ik klaar. En mijn dagcrème en mijn nachtcrème natuurlijk. En af en toe een keer extra peeling of iets dergelijks. Of scrub. Maar ik hoef niet 10 dag- of nachtcrèmes of zo te hebben. Dus, maar goed, ik ga nakijken wat het is. Dat was nummer 19. Nummer 20. Ja, dacht ik al. Aan de kant 20. Of niet? Hallo? Oh, ik word hier helemaal gek van deze kalender. Deze is leuk voor als je dit doet. Elke dag een vakje. Maar zo filmen is echt nummer 20. Waar is nummer 20 dan? Ben je nou hartstikke gek aan het worden? Helemaal onderin. Hier, een heel klein vakje. Ook een heel klein tubetje trouwens. Nou, ik moet dan wel wat voorstellen. Het is van Avant. Dat is volgens mij ook niet echt goedkoop. Nou, we hebben een Hyaluronic Marisqua Rose Collagen. Nou, heel veel moeilijke woorden. Het is met Hyaluronic Acid Molecular Boost Eye Cream. Maar dit is een oogcreme. Dus dit is geen dagcreme of iets dergelijks van Avant. Dit is een oogcreme. Volgens mij is het ook niet het mega goedkoopste merk. Dus ik ben benieuwd. Dat was nummer 20. Gaan we naar 21. Please, zeg gewoon even aan deze kant. Nee, alweer niet. 21. Doen ze het expres of zo om en om? Ja, denk het wel. En dat is, lijkt op een, ik heb geen idee, ik dacht een lipstick, maar er staat op Dewy Skin. Oh, dat is van Ciate. Daar heb ik normaal wel oogschaduwen en lipsticks en zo van. Maar dit is een Vitamine C Glass Glow Primer. Dus heb ik het doosje. Ja. En dan openen graag. Vandaag nog. Ja. Heb eens. Het is een tube. En dit is gewoon een dewy, een glow primer. Dat je dus vooraan je make-up doet. Het is gewoon wit. En gaat het dan glanzen? Oh, dat wel een beetje. Maar ik denk dat je dat heel goed ziet hier zo. Nou, oké. Nog niet geprobeerd. Blijft wel bij me, want het is van Ciate. En dat vind ik wel heel fijn merk, dus. Nou heb ik even geen idee met welk nummer dat was. Oh my god. Is dat het hele kleine hoekje daar? Is dat 20? Ja, zijn we nou bij 21. 21. Laat ook even weten wat jullie van deze kalender vinden. Ik vind hem hartstikke mooi, maar... Dit hele weer gedoe voor een video maken is... Oh, die kwam uit 21. Oké. Okay. 22. Sorry jongens. 22. Zit hier bovenin een grote vak voor een grote tube. Het is Coco and Eve Like a Virgin staat erop. Oké. Okay. Super Nourishing Coconut and Fig Hair Mask. Dus een haarmasker van dus... Coco en Eve. Ken ik niet. Gaan proberen. Want de haarproducten blijven wel bij ons. Want dat vinden Inie en ik allebei heel erg prettig. Nou, dat was nummer 22. Zit nummer 23 aan deze kant? Nee. Natuurlijk niet. Nummer 23 hier. Oh, dat is een hele grote pot. Weet je. Oh, is van Rituals. Oh, lekker. Rituals, the Ritual Ying Relaxing Body Scrub. Oh, dat vind ik echt heel fijn. Deze. Ik heb trouwens nog nooit een Ritual kalender gehad. Wel producten van Rituals in kalenders, maar
Nog nooit een kalender van gehad. Maar hij is een folietje op. Ik laat hem er echt op zitten, jongens. Ik ruik hem hier al. Hij ruikt heel lekker. Nee, dan laat ik de folie erop zitten. En scrub. Dat was nummer... Oh mijn god, dan ben ik dat alweer vergeten. Was dat 23? Nee. Was dat 22? Dit is 23. Zijn we dan bij 24? I hope so. Als ik nou een vakje ben vergeten, kom ik er straks weer op terug hoor. 24. Oké, het ziet er een beetje apart uit. Want de tube lijkt beschadigd. En ik weet niet of dat zo hoort. Het heet Yvelon. En het is een rescue mask. Is dat ook voor je haar? Nee, voor je gezicht. Avoiding eyes. After cleansing, apply over the entire face. Avoiding eyes. Leave on between 15 and 20 minutes. Remove gently with upwards moving. Dit is een masker. Een gezichtsmasker. Rescue mask. Yvelon. Maar ik vind... Kijk eens naar de letters. Ik weet niet of dat zo hoort. Hoort dit zo beschadigd te zijn? I don't know. Ga ik nakijken later. Nou, dit ken ik dus niet. Voor external adult use only. Oké. En wat me ook opvalt is dat er Chinese tekens op staan. Dus ik weet dat ook niet wat ik daarmee helemaal aan moet. Oké, raar vakje. 24, 25. Maar ik ga even gauw kijken. Want we hebben alles gehad. Dat we niet iets vergeten zijn. Want dat zou ik heel erg sneu vinden. Oké, we hebben alles gehad. Ik heb toch even nagekeken. En dan gaan we naar vakje 25. En die kan van beide kanten open. Die kan van deze kant open. Maar die kan dus ook van deze kant open. Nou, het maakt dus niet uit welke kant ik open maak. En ik weet al wat het is. Oeh. Nou, die moet ik er wel helemaal uithalen. Papiertje mag achterblijven. Zo. Ga erin. En nummer 25 van de Look Fantastic kalender is een oogschaduwpalet van Iconic London Day to Slay Eyeshadow Palette. Day to Slay Eyeshadow Palette. Openen. We zijn er toch al 34 minuten bezig. Veel te lang. Ik weet het. Oh, deze is mooi. Oh, deze heeft perfect de juiste hoeveelheden matte oogschaduwkleuren en shimmerkleuren. Echt heel mooi. Dit is echt een hele mooie afsluiter. Echt heel mooi. Nou, dat was het. Dit zat er allemaal in. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Doe een duimpje in ieder geval omhoog voor de moeite. En voor de veel te lange video. Sorry jongens. Ik ga knippen, plakken. Ik probeer van alles. En laat even weten wat je ervan vond. En als je een merk kent wat ik niet kende. Laat even weten wat het inhoudt. Wat de prijswaarde misschien is of zo. Er zijn ook YouTubers, dat weet ik. Die alles uitzoeken op de prijs en dergelijke. Dat is gewoon niet aan mij besteed. Dat is gewoon not my thing. Ik vind het gewoon leuk om uit te pakken. Dus ik heb nog genoeg kalenders staan. Dus kijk volgende keer zeker weer. En bedankt voor het kijken. Reageer dus. Want dan doe je zeker weer met de winacties. Een duimpje omhoog. En je mag natuurlijk ook altijd delen natuurlijk. Ja. Oké. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer allemaal. Mwah!